De weg naar het dorp Nieuw Jacob Kondre in het district Brokopondo wordt eindelijk aangepakt. Wij waren gisteren in het gebied en brengen u het volgende verslag. Het wegdek is zodanig slecht dat het uren duurt voordat de mensen in het gebied naar Paramaribo kunnen reizen, zegt districtscommissaris Walter Bonjanski van Boven Kopename. Zeker, zeker. Want Apasimeki na 2 uur langer dan dat dorp van Paramaribo uit. Maar nu naar bijna heeft de man zaken naar New York naar Kwaku Grong. Voor New York uit Kwaku Grong naar bijna 4 uur langer de man rijden naar Boto. En voor Apasigo naar Paramaribo bakken naar 2 uur langer bij bijna 3 uur langer bakken. Dus is het nou bijna hier af die. En if nou is maar zieke erg. Ik stel je voor. De wegstrekking is ongeveer 50 kilometer lang. Het is al enkele jaren zo dat tijdens de regenperiode de weg naar Nieuw Jacob Kondre bijna onbegaanbaar wordt. Vanuit het dorp zijn er ook waterwegen die kunnen worden gebruikt. Maar dan duurt de reis soms dagen. Eerder hebben werkers, bewoners van het dorp en zelf volksvertegenwoordigers gepleit voor een aanpak van de weg. Gisteren zijn er al stappen vanuit de zijde van mijnbouwbedrijf IAM Gold gezet om te werken aan de begaanbaarheid.